De ruitenwissers doen het niet. Hey Freek hier weer, het is ontzettend leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje. Ik ben vandaag zoals wel vaker, een dagje aan het sleutelen in een garage bij Otto's Autoservice en Al van Rijn. Onthoud die naam. En we hebben hier een Audi A8 staan. En die Audi A8 komt hier voor de keuring. Maar de ruitenwissers doen het wel, maar de sproeierpomp doet het niet. En ja, geen sproeier is een APK afkeurpunt. Nou, eigenlijk is dit een heel erg leuk object om eens een keer te kijken van hoe werkt dat nou? En waar gaat het nou fout en hoe komt dat en hoe meet je het door wat wel of niet goed is? Nou, ik zou zeggen, pak een bak koffie en geniet ervan hoe ik deze storing ga oplossen. Nou, allereerst, wat heb je dan nodig om dit soort dingen te kunnen meten? Nou, heel simpel, een multimeter, die is erg handig. Een testlampje is heel handig om te hebben. Die ga ik allebei meenemen. Ik heb de auto, staat voor de deur, staat die opgekrikt omdat de banden gedaan moeten worden en we hadden een brug nodig. Dus die hebben we lekker voor aan de straat, nou, voor de parkeerplaats gezet om daar eventjes te laten staan. Dus ik ga alles meenemen, we kunnen er nu mooi bij, want in de wielkuip, daar zit de ruitsproeierpomp verstopt. Ga ik hem even openmaken en dan gaan we kijken wat we tegenkomen. Nou, ik zit dus nu bij de auto. Zoals je ziet, wiel is weg. Achter ook, hartstikke goed. Die banden worden vervangen. 20 inch, lekker groot. Sorry als het wat winderig is trouwens, maar het waait een beetje buiten. Wat hebben we hier? We hebben hier het ruitsproeierreservoir. En er zitten hier twee pompen. Eén van de twee is voor de ruitsproeier en de andere is voor de koplampsproeiers. Nou, hoe weet je nou welke je moet hebben? In dit geval, de hoogte verklaart eigenlijk al iets. Want ik denk niet dat een fabrikant ervoor zou kiezen om zo hoog een ruitsproeier, hè, voor de voorruit zeg maar, de sproeierpomp zo hoog te doen. Want ja, dan is die al als die dan hier liggen, zit er nog wel sproeiervloeistof in, maar dat kan je dan niet gebruiken. Dus dit is hem. Ik heb hem ook wel even uitgezocht hoor op de database. Maar dit is hem, dus hier kunnen we op gaan meten. Nou, zoals je kan zien, twee pootjes, dus lekker simpel. Een plus en een min. Dus hij moet hier plus op krijgen op het moment dat het gesproeid wordt en hier de massa op krijgen. We gaan lekker meten. Nou, ik pak dus even de multimeter, want we willen dus beginnen met de massa. Dat is het makkelijkste. Massa meten is niet moeilijk. Dan ga je een ohmse weerstand ga je meten. Nou, wat ik doe, de zwarte draad gaat op een massapunt. Daarvan weet ik dat die goed is. En de rode meetpen die gaat in de stekker. En wat zie ik dan? In ieder geval een ohmse weerstand. Een ohmse meting, zeg maar. Het is niet helemaal 100% scheldend, want normaal gesproken zou je dan nul zien te vinden. Maar er is een connectie tussen massa en tussen de massa van de auto en de massa van de draad. Dus daar kan ik dan enigszins van uitgaan dat het mogelijk goed is. Maar het volgende, wat dan? Nou, we willen dus weten of hij dus inderdaad spanning krijgt op het moment dat je hem gaat gebruiken. Dus daarvoor ga ik de stekker weer terug monteren en ga ik de meetpen erin steken. Want hij wil namelijk met een belasting wil je eigenlijk gaan kijken of hij het goed doet. Nou, zwarte meetpen. Die gaat hierboven op een massapunt. Dit is trouwens een goed massapunt, dat heb ik even uitgemeten. En de andere meetpen, de rode. Dit zijn van die hele mooie steekpennetjes, daar kan je dus inderdaad mooi erin steken. Steek ik hier erbij, zodat ik dus kan gaan meten. Ik zit weer in de auto en ik ga dus nu proberen om weer de sproeier te bedienen. Om te kijken of het motortje wil gaan werken of dat we in ieder geval een spanning kunnen gaan meten erop. Kijk mee. Nou, ik heb de motor even gestart, want je wil natuurlijk wel een goede spanning hebben. Je ziet het, de ruitenwissers doen nog een beetje na-eilen, zeg maar. En nou ga ik dus de ruitsproeier bedienen. En dan gaan we kijken of er spanning op komt te staan. Nou, je ziet het. 11 en een beetje. Niet geweldig, maar hij zou het ermee moeten doen. Ik kan er dus nu van uitgaan dat de spanning
naar de motor, naar het motortje, dat die goed is. In dit geval kan je dus herleiden dat dus het pompje, nou niet waarschijnlijk kapot is, die is gewoon kapot. Massa is goed, de plus daar naartoe is goed, maar ik wil dat toch even nog wat duidelijker hebben, want een meting zo, zeg maar, dat is prima, dan zie je wel dat er voltage op komt te staan, maar doet hij dat ook onder belasting? Nou, belasting meten, dat kan ik ook nu gewoon proberen door er een testlampje bij te zetten, want een testlamp, die gaat natuurlijk ook echt wat vragen, zeg maar. Die vraagt ook een die vraagt ook stroom. Niet alleen voltage, maar ook amperage. Die ga ik er even bij zetten. Dat kan ik hier binnen doen. Dan ga ik eens even kijken of die dan ook het lampje gaat laten branden. Want als we dat hebben, dan weet ik eigenlijk zeker dat de pomp kapot is en dat we die moeten gaan vervangen. Nou, ik heb de testopstelling dus inderdaad nu gemaakt met een spanningzoeker erbij. Daar zit een lampje in. Een echt lampje, dus geen ledlampje, maar echt gewoon een gloeilamp. We gaan eens kijken. Ik ga hem weer bedienen. En ja hoor, op het moment dat ik hem bedien, gaat het lampje aan. Dat betekent dus dat op het moment dat er een verbruiker bij zit, dat hij het ook gaat doen. Dat betekent dus in dit geval dat het pompje echt kapot is. Ik ga het pompje vervangen en dan gaan we kijken of de auto wel door de APK komt. Zo, nieuwe pomp. De nieuwe pomp zit gemonteerd. We hebben hem uitgemeten, dus we gaan nu maar eens kijken of hij het inderdaad gaat doen. Kijk. Prachtig mooi. Deze auto is weer gemaakt. Deze kan dus ook weer gekeurd worden, want de sproeiers doen het weer. Daar houden we van. Vond je dit nou leuk? En vond je dit interessant? Vergeet dan zeker niet even een likeje achter te laten. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vond je er wat van? Of hè, vond je het interessant? Vond je het leuk? Moet ik meer auto's, toch wat meer met auto's gaan doen ook erbij? Laat het even weten in de comments hier beneden. Ik zeg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.